Goedendag dames en heren, welkom bij de Efteling Quiz. We gaan vandaag strijden om de prijs een verblijf met je gezin in de Efteling na sluitingstijd. We beginnen gelijk met vraag 1. Vraag 1 luidt als volgt. Vraag 1 is, wie is de partner van Yoki uit Carnivalland? Jet. Ja, dat is correct. We gaan door gelijk naar vraag 2. Vraag 2 is, in welk jaar is de Baron geopend? 1898 is helemaal goed. Het staat 1-1. De laatste en beslissende vraag komt er nu aan. De laatste vraag is, in welk jaar opende de Efteling zijn deuren? Makkelijk, 1952. Ja, dat is correct. Familie Constantijn gaat er van door met de prijs. Mij komen ze al, de winnaars van de quiz. En ze hebben de check bij. Hallo. Hallo. Dankjewel. Wij zijn Gerda. Ik ben Betty. En wij verwelkomen jullie in de Efteling. Hoe heten jullie? Nou, dit zijn mijn lieve schatjes. Dit is Anne Fleur. En dit is Josephine Charlotte. Ik ben Marie Claire. En ik ben Mo. Isabo. Wat leuk om te horen. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Nou, dan gaan wij voor jullie de poorten open en dan kan deze dag beginnen. Jippie! Woehoe! Ik vind het zo leuk dat we ze mogen verwelkomen. Ik ook. Echt zo leuk dat we deze dag mogen meemaken. Ik heb er helemaal zin in. Zo. Maak een cola, limonade, bubbelbad.
censure. Chocola in alle hoeken, op het dak, pannenkoeken, suikerspin, gordijnen voor het raam. Maak van Tromp een kruidenrekje, maak een deugdruk van een spekje. Het lijkt heel veel, maar we doen het samen. Droomvlucht. We herhalen, Jozefien Charlotte en Anne Fleur melden bij de droomvlucht. Huh? Zo'n verlos heet het. Ja, maar ze kunnen ons toch niet zien, want we zijn zo goed omgekleed. Oké, kom, we moeten snel. Ja, laat ons snel. Thank you.
zien? Nee toch, dat kan toch niet met deze camouflage? Oké, okay, waar gaan we nu heen dan? Naar de jongens en de draak. Oké, okay, die is daar. Kom, ja, die kant. De dappere die de draak verslaat, ontvangt 1001 dukaat. Aan iedere ring, onbevreesd, trekt ten strijde tegen het beest.
Dank u wel.